vertel, die probeert altijd heel erg de nieuwe technologieën te omarmen. En ik word daarin ook echt uitgedaagd om die dingen zo snel mogelijk te leren of over mee na te denken over hoe we die dingen kunnen neerzetten bij onze klanten. Mijn naam is Mezen Abdaal. Ik ben 31 jaar, woon in Amsterdam en ik ben een principal engineer binnen Wortel in het beheerteam. Als principal engineer binnen Wortel hou ik me bezig met het onderhouden van onze klantomgevingen, zorgen dat die altijd up-to-date zijn, klanten helpen bij het oplossen van problemen. Maar ook heb ik veel klantgesprekken waarbij ik bijvoorbeeld de laatste technologieën met ze doorneem. Kijken wat hun wensen en eisen zijn. Ik focus me vooral op de moderne werkplek, dus ik werk veel bezig met Intune, Exchange, Microsoft Defender. Maar denk ook aan een Azure Virtual Desktop, een stukje identity management vanuit Azure AD. Vanuit beheer werken we natuurlijk meer uit verzoeken die vanuit klanten komen. Maar ik ben de laatste tijd voor meerdere klanten best wel veel bezig met Azure Virtual Desktop. Daar krijgen we heel veel van binnen. En ik ben zelf heb ik al bij een aantal klanten best wel flinke nieuwe Azure Virtual Desktop omgevingen neergezet. Nou, dat moet je echt denken aan een hele virtuele platform waar meerdere medewerkers op kunnen werken. Die ik echt van scratch kan opbouwen. En, ja, dat vond ik best wel tof om te doen, want dat verschilt ook nog eens per klant. En de ene klant heeft er één stukje software op zitten, maar de andere een stuk of 20. Dus ja, dat vond ik wel heel tof om te doen de afgelopen periode. Wortel zet mij in mijn kracht door mij eigenlijk gewoon mijn ding te laten doen, zonder al te veel blokkades neer te zetten voor mij. Ik weet de technologieën waar ik van hou en daar hou ik me ook mee bezig. En daar kan ik ook in groeien. En omdat ik daarin groei, kan ik me ook steeds meer bemoeien met bepaalde processen binnen de organisatie of technologieën. Mag ik mee nadenken over hoe we het product kunnen verbeteren, hoe we het beter kunnen neerzetten in onze klanten. De cultuur bij Wortel is heel vrij, heel open, heel gezellig. Mensen hier zijn er voor elkaar, staan open voor iedereen. Je kan hier ook echt jezelf zijn, wat gewoon heel fijn is. Het maakt niet uit waar je van houdt, wat je leuk vindt om te doen, wat je geslacht is. Het is gewoon een hele open, gezellige cultuur waarin je gewoon echt jezelf kan zijn. Wortel draagt bij aan mijn professionele groei door mijn cursussen aan te bieden, trainingen zowel intern als extern. Coaching trajecten en denk hier aan trajecten bijvoorbeeld als ik wil een certificeringstraject gaan halen of ik denk van nou ik wil misschien nu een andere functie hebben, kunnen ze je daar ook bij helpen. Je wordt ook aangeboden om naar externe events te gaan, om daar wat van te leren. Ja, je kan echt alle kanten op gaan, je kan ook zelf met iets komen bijvoorbeeld als jij een specifieke training wil volgen, dan kan Wortel je dat ook voor je regelen. Dus zo kunnen ze van alles aanbieden om jou zo te helpen om te groeien in je professionele carrière. De band die ik heb met mijn collega's is heel sterk, vooral met een aantal collega's. Veel collega's zie ik inmiddels als vrienden, die ik ook buiten werktijd zie. En denk je nou of we samen gaan sporten of naar de bioscoop gaan. Bij sommige vrienden kom ik zelfs over de vloer. Ik heb gewoon een hele goede band met veel van mijn collega's met wie ik over van alles kan praten, zowel zakelijk als privé. Op de werkvloer kunnen we altijd lachen samen. Ook al, of als dingen van niet mee zitten, of het nou zaken privé is, kun je ook bij je collega's komen om daarover te hebben, om hulp te zoeken. Dus ik heb echt een hele goede band met mijn collega's en dat is ook echt wel de cultuur die je wel verteld hebt. IT is een hele groeiende vak. Het verandert elke dag. En Wortel die probeert altijd heel erg de nieuwe technologieën te omarmen. En ik word daarin ook echt uitgedaagd om die dingen zo snel mogelijk te leren of over mee na te denken over hoe we die dingen kunnen neerzetten bij onze klanten. Of hoe we daar intern gebruik van kunnen maken. Dus dat vind ik wel heel leuk aan hoe Wortel met die zaken omgaat, waardoor ik dus echt wel flink word uitgedaagd. Dat ik wel constant moet blijven leren, constant moet nadenken van hey, hoe kunnen we bepaalde zaken gebruiken. En niet zozeer dat ik achterover moet leunen, want dat wordt allemaal voor mij gedaan. Nee, je mag hier echt. Het maakt niet uit wat voor functie je hebt binnen Wortel. Iedereen mag daarover nadenken als je daarover wil nadenken. Je bent omringd door een hele hoop slimme collega's, een hele hoop leuke collega's. Je hebt genoeg te doen hier. Je werkt altijd met de nieuwste technologieën. Je mag met alles nadenken, maar ook vanwege de sfeer hier. Het is een grote organisatie, maar dat zou je niet zeggen als je op kantoor bent. Het is gewoon heel. Je krijgt bijna een familiegevoel. Het is gewoon heel leuk. Het is altijd wel lachen. Ze doen ook genoeg leuke activiteiten. De collega's om je heen zijn leuk. Dus ja, ik zou het wel zeker aanraden als werkgever.